Good morning, het is vandaag maandag en ik ga zo meteen naar de kapper, want ik ga weer eventjes een lekker fris kleurtje in mijn haar gooien. Ik wil het graag nog iets lichter, iets koeler, minder geel, gewoon dat het net even iets meer leeft, de kleur. Ik vind de kleur gewoon niet meer zo mooi en ik wil het graag gewoon nog een tintje lichter in mijn haar. Dus ja, we gaan zien hoe mijn haar er vandaag uit zal komen. Ik ben echt super benieuwd. Oké, ik ben bij de kapper en ik wil dit ongeveer. Oké. Dus we gaan het zien hoor. Goedemorgen, het is vandaag, welke dag is het vandaag? Dinsdag. En vandaag heb ik een thuiswerkdagje, maar goed, ik wil eerst nog even goed mijn haar laten zien. Want ik ben gisteren natuurlijk naar de kapper geweest, dat hebben jullie gezien. En jullie hebben ook wel beeld van mijn haar gezien, maar ik heb het helemaal nog niet echt goed laten zien. Want het was gisteren helemaal donker, dus ik dacht ik ga morgen verder vloggen. Maar goed, dit is de kleur geworden. Ik vind dat het op camera heel anders overkomt dan in het echt. Maar het is echt een heel stuk lichter. Dat kunnen jullie denk ik wel zien. En het is ook een beetje grijzig, koelig op sommige plekken. Als je dat kan zien. I don't know, je ziet het hier vooral echt heel goed. En ik ben er zo blij mee. Dit is ook echt precies wat ik in gedachten had. En ja, ik vind het gewoon echt heel erg mooi. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Maar goed, zoals ik al zei, ga ik vandaag de hele dag een beetje thuis werken en dingen voor school doen. Dus ja, niet echt een heel bijzonder dagje. Maar goed, we gaan er weer wat van maken. Ik heb zojuist eventjes een Instagram foto gemaakt. Met mijn nieuwe haar, want dat is natuurlijk wel leuk om even een fotootje van te maken. Maar ik heb zo zitten struggelen, jongens. Ik vind het namelijk echt super moeilijk om, zeg maar, zelf foto's van mezelf te maken. Sowieso selfies. Ik kan het gewoon niet meer. Mijn hoofd is altijd zo scheef op selfies, dat ik gewoon eigenlijk nooit meer selfies maak. Ik haat het gewoon. Ik vind het niks. Ik heb liever dat iemand gewoon een foto van mij maakt. Maar ja, ik ben nu alleen thuis, dus ik moest het zelf doen. Dus ja, mijn camera staat nog daar. En ik heb dus net hier in de woonkamer een foto gemaakt. Maar ik heb echt zo lopen struggelen. Maar uiteindelijk heb ik er wel een mooie foto uitgekregen. Dit is hem. En ik ben er eigenlijk echt best wel heel erg blij mee. Ik vind het uiteindelijk echt wel een mooie foto geworden. Dus dat is fijn. Want zoals veel van jullie misschien wel weten, ben ik namelijk ook altijd druk bezig met mijn Instagram. Ik moet zeggen dat ik de laatste 2 weken gewoon letterlijk niks heb gepost op mijn Instagram. En dat komt eigenlijk omdat ik gewoon geen foto's had. I don't know. Ik heb ook soms echt geen inspiratie voor foto's. En ik ben veel te perfectionistisch. Want ik wil het namelijk helemaal bij mijn feed laten passen. En ik ben zo perfectionistisch met foto's maken tegenwoordig. Dat ik echt niet meer zomaar wat op Instagram zet. Maar goed. Ik moet het nu echt weer even gaan oppakken. Sowieso ga ik natuurlijk over 1,5 week naar New York. Nou, verwacht maar 100.000 foto's op mijn Instagram. Want ik ga samen met Sabrina. En wij houden allebei heel erg van foto's maken. Dus we gaan natuurlijk super veel shooten in New York. En hele vette foto's maken. Dus daar ben ik heel erg excited over. Maar ik wil gewoon eigenlijk proberen om vaker op mijn Instagram te posten. Misschien moet ik gewoon vaste dagen gaan bedenken. Wanneer ik iets op Instagram zet. Sommige mensen posten echt elke dag. Nou, dat zou ik echt niet kunnen. Want net als YouTube heb ik daar echt geen inspiratie voor. Maar ik wil wel graag meerdere keren per week op Instagram wat posten. Want ik hou van Instagram. Maar het is moeilijk als je zo perfectionistisch bent. Dus, ja.
laatste tijd zoveel moeite met wakker worden. Jullie kunnen het niet zien. Het is nu 10:10. En ik wil mijn bed gewoon echt niet uit. En dit is echt laat. Ik voel het deze week weer echt niet. Ik moet zoveel nuttige dingen doen. Maar ik wil het allemaal gewoon niet. En ik ben gewoon... Ik heb er gewoon geen woorden voor. Maar goed. Wat ik vandaag ga doen... Ik ga denk ik mijn bullet journal maken vandaag. En die ga ik gewoon weer op dezelfde manier als de vorige video laten zien aan jullie. Die komt zo snel mogelijk online. Ik ga vandaag wat huiswerk doen. En dat is het. Ik... Geen woorden voor mezelf. Gewoon echt geen woorden voor... Nou, ik ben klaar met mijn bullet journal en ik ben er weer zo lang mee bezig geweest. Dat is ook de reden waarom ik er nu voor had gekozen om eventjes niet te filmen hoe ik hem maak. Maar gewoon weer een flip-through doen. Die ga ik morgen filmen, want hij is af. Ik weet nog niet of ik er nou tevreden mee ben. Ik had heel weinig inspiratie. Ik zat echt heel zo van, wat ga ik nu weer maken? Dus ik weet niet. Ik weet niet of ik nou tevreden ben. Maar goed, in ieder geval, ik heb het gedaan. Straks moet ik weer dansen. Dus dat is ook heel erg leuk. En ja. Oh ja. Ik ben trouwens ook nog gebeld door mijn nagelstylisten. En volgende week woensdag worden mijn nagels gedaan. En daar ben ik super blij mee. Want ik ben er helemaal klaar mee. Ze breken af. Ze scheuren. Mijn gellak valt er gewoon vanaf. Het is niet meer te doen. Dus gelukkig... kan ik het volgende week laten doen. Daar ben ik heel blij mee. Ah! Zalando! Nou, ik heb jassen besteld. Nou, gaan we eens even kijken of dit een beetje leuk is. Ben benieuwd. Oké. Okay. Dit is de eerste jas. En hij is van Twintip. Ik ken het merk ook niet, maar ik dacht leuk. En het is gewoon ja, een warme winterjas. Met capuchon en bontkraag. Ik hou niet zo van bontkragen, maar die kan ik natuurlijk gewoon afhalen. Dit is hem. En ja, ik vind hem gewoon heel chill. Hij is heel lekker warm. Daar gaat het natuurlijk om. En ja, ik vind hem gewoon heel leuk. Hij is hier ook wat langer aan de achterkant. Ik denk wel dat ik de capuchon eraf zou halen. Want ik, ja, I don't know. Ik hou niet zo heel erg van een bontkraagje. Maar dit is de eerste jas. Dus die vind ik in ieder geval heel leuk. Dit is de tweede jas. Stuk minder warm en korter. Hallo. Ja, deze vind ik op zich ook wel leuk. Ja, maar... het is heel wat anders eigenlijk. Maar die andere is praktischer, denk ik. Qua warmte. Ja, denk ik ook. Maar ook wel wat, ja. Normale. Ja. Ja, oké, maar het is wel gewoon een zwarte jas. En ja. Chill en zit lekker. Als het maar zwart is. Dat kan je niet echt heel gauw dat je denkt. Zeg maar, mijn struggle was dat ik eigenlijk best wel een fashionable jas wilde hebben nog erbij. Alleen, ik ben daar gewoon veel te kieskeurig in en het moet allemaal precies goed zitten. Dus dan dacht ik van, waarom doe ik niet gewoon een simpele zwarte jas? Die gewoon praktisch is en gewoon overal bij past. Het is echt een te coole jas besteld. Ik denk niet dat ik deze ga houden, maar ik wil hem gewoon heel graag even passen. Het is een zilveren jas met zwarte kraag en... zwarte details. En ik vond hem zo cool, dus ik moest hem gewoon even passen. Oké, nou dit is hem. Hij is wel heel cool. Maar hij is wel heel stijf. Kijk, het blijft gewoon zo staan. Je kan je amper in bewegen, maar hij is wel heel... Ja, jullie kunnen het niet zien, maar hij is heel zacht van binnen. Ook in de mouwen, dus dat is wel weer heel chill, maar het is niet echt mijn ding. Ik vind hem wel heel cool, maar... als hij in het zwart was gewoon, had ik hem wel echt super leuk gevonden. Maar nee. Hij is wel heel cool. Dus mocht je hiervan houden, even op Zalando kijken. Hij was in de sale. Hij is van het merk Misguided. Hij is van Misguided. Super leuk. Ik wilde het eventjes ergens met jullie over hebben. Want vandaag is mijn weekvlog online gekomen. Dus de weekvlog van vorige week. En ik heb zulke lieve reacties van jullie gehad. En daardoor krijg ik weer echt zoveel motivatie om mijn vlogs gewoon elke week leuk proberen te maken. Ik heb geen idee of dat deze week nu alweer gelukt is. Maar ja, ik krijg wel gewoon heel veel motivatie van om gewoon toffe vlogs te maken. En gewoon
Ja, I don't know. Ik weet niet. Ik ben zelf namelijk ook heel trots op die vlog. Ik vind het super leuk om sfeerbeelden tussendoor te doen. Dat soort dingen. Tuurlijk is het niet zo dat het altijd zo interessant kan zijn. Want ja, ik zit gewoon ook veel thuis. Deze week zit ik ook weer vrij veel thuis. Maar ik wil gewoon proberen om zoveel mogelijk mijn vlogs interessant te maken. Dus waar ik kan, gewoon toffe beelden maken en gewoon leuke vlogs voor jullie te maken. Ik moet er zelf natuurlijk wel erg aan wennen om... Ja, I don't know, normaal pakte ik gewoon mijn camera en dacht ik, nou, ik praat gewoon. Maar nu wil ik gewoon voor jullie wat interessantere dingen doen. En dat ga ik gewoon helemaal doen. Super bedankt voor al jullie lieve reacties. Het doet me echt heel erg goed. En ik krijg super veel motivatie van om mijn vlogs weer leuker te maken. Want ik moet eerlijk zeggen, ik vind het weekvlog het allerleukste om te doen op mijn kanaal. Dus ja, gewoon het wordt gewoon tijd inderdaad dat ik het gewoon lekker weer een beetje ga verbeteren. En ja, jullie reacties hebben daar al heel erg bij geholpen. Dus heel erg bedankt. Voor. Oh, trouwens, ik was helemaal vergeten te vertellen welke jas ik uiteindelijk nou heb genomen van Zalando. Ik heb dus die eerste jas gehouden, dus die met die bontkraag, maar dan zonder bontkraag. Zo, het is inmiddels 3:30 'smiddags. Ik heb de hele dag eigenlijk niet echt gevlogd, maar dat kwam puur omdat ik eigenlijk ook niet echt heel veel heb gedaan. Ik heb 1 video opgenomen en verder heb ik gewoon een beetje gechilled, boodschap gedaan. Dus ik dacht, ja, ik kan wel voor jullie gaan filmen, maar het is toch niet interessant. Maar goed, in ieder geval, nu ga ik naar het kantoor van mijn vader, want ik ga weer even zangles oefenen en allemaal, ja, gewoon even lekker zingen daar. Ik zal nog even heel kort en bondig proberen uit te leggen waarom ik altijd naar mijn vaders kantoor ga. Het is eigenlijk gewoon omdat ik daar me gewoon volledig kan laten gaan. Ik zing best wel hard af en toe. En eigenlijk is het gewoon niet te doen om dat hier te doen. Want weet je, het zijn gewoon kleine gehoorige huizen. Iedereen hoort je hier blaren. En dat is voor mij niet fijn. Dat is voor de buren niet fijn. Het is gewoon niet prettig. Dus daarom ga ik altijd naar mijn vader om te oefenen. Want daar kan ik me gewoon volledig laten gaan. Daar hoef ik niet aan geluidsoverlast te denken. Want mijn vader die heeft een kantoor en niemand die je daar hoort. Dus dat is gewoon heel erg chill. En ik ben heel blij dat ik daar elke week kan oefenen. Dus dat is de reden. Maar goed, daar ga ik dus nu heen. Dus ja. Ik ben dus bij mijn vader op kantoor aan het zingen. Ik zal zo meteen nog wel even wat voor jullie filmen. Want ik krijg heel vaak de vraag of ik meer zang in mijn vlogs wil doen. Maar oh my god. Ik heb net lijp mijn nagel gebroken. Maar echt, het doet echt zoveel pijn. En ik kan hem er dus nu niet aftrekken. Omdat het echt zo bij mijn huid nog gebroken is. Dus ik heb echt mijn nagelschaar nodig. Maar oh my god. Hij is gewoon aan twee kanten gewoon gescheurd. Hij is hier gescheurd en dat is prima. Maar hier is hij heel diep gescheurd. Dus het doet fucking veel pijn. You think it's easy. You think I don't wanna run to you. But there are mountains. And there are doors that we can't walk through. How can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. Say that it's possible. Die is echt kapot hoog en die, oh. Ik haal hem als ik mijn best doe, maar echt, het klinkt voor geen meter. Goedenavond. Ik ga me klaarmaken om naar bed te gaan. Ik ben vanavond bij mijn opa en oma wezen eten. Want mijn opa en oma gaan morgen voor 2 maanden naar Spanje. Echt super chill, ben echt mega jaloers. Maar ze gaan voor 2 maanden naar Spanje. Ja, eigenlijk gewoon omdat het kan. En ja, dus vandaag gingen we even bij opa en oma eten. Omdat ze natuurlijk morgen weggaan. Ik wil jullie eventjes updaten van wat ik verder vandaag nog heb gedaan. En dan ga ik nu lekker mijn tanden poetsen en naar bed. Good morning. Let even niet op alle troep hier. Het is echt verschrikkelijk. Maar goed, het is vandaag vrijdag. Ik moet zo meteen naar zangles. Maar ik kreeg de vraag op mijn vorige vlog of ik toch vaker mijn outfit wil laten zien. Dit is wat ik vandaag aan heb. Deze trui is van Shein. Deze broek is van Topshop. En dan doe ik mijn Dr. Martens erbij aan. Dus het is echt helemaal geen bijzondere outfit. Maar we doen het er maar mee. En zo knip ik in mijn vingers. En is het opeens alweer avond. Als ik zangles heb, dan valt er eigenlijk vrij weinig te vloggen. Want ik zit in de trein, ik heb zangles en ik zit weer in de trein. Maar ik ben daarna ook gewoon vergeten te vloggen. In ieder geval, morgen moet ik dus weer naar vooropleiding. En morgenavond heb ik een feest.
van mijn achterneefjes. Dus dat is super gezellig. En zondag ga ik ook iets heel erg leuks doen. Dus ik heb nog genoeg leuke dingen om jullie mee naartoe te nemen. Dus ja, ik zie jullie waarschijnlijk morgen of zondag. I don't know. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik praat niet tegen jou. Ik moet zo meteen tappen en daarna ga ik naar Horen. Want ik ga naar de Gelaarste Kat. Want mijn beste vriendin Judith die speelt daarin. En ze speelt daar inmiddels al anderhalf jaar in, denk. En ik heb haar gewoon nog steeds niet gezien. En dat is heel erg. Maar nu stond ze in het theater in de buurt. Dus I was like, I'm going. Dus ik ga haar nu vandaag eindelijk zien in de Gelaarste Kat. Echt super veel zin in. Hallo, wat leuk dat jullie kijken naar Domste Persoon op deze aardbodem. Want deze meid heeft gewoon vandaag de voorstelling van de Gelaarste Kat gemist. Nou, ik zal even uitleggen what happened. Ik heb een paar weken geleden heb ik al helemaal gekeken van hoe laat begint het? Want dan kan ik kijken of ik misschien nog kan tappen. Want dat doe ik altijd op zondag. Dus ja, ik zou het al een paar keer missen. Dus ik dacht van, oh ja, dan ga ik even kijken of ik dan in ieder geval wel kan. Even checken. Dus nou, ik kijken. Oké, stond 2:50. Dan begint het. Nou, helemaal goed. Helemaal leuk. Dus nou, vandaag was de dag dat ik naar de Gelaarste Kat ging. Dus ik ging gewoon tappen. Leuk, was afgelopen. Ze had het om 2:30 afgelopen. Dus mijn moeder die kijkt nog even één keer op de telefoon. En die zegt opeens, hier staat dat het 2:30 begint. Ik zo, are you kidding me? Nou, ik werd helemaal gek, hè. Ik werd zo boos op mezelf. En ja, het bleek dus dat het 2:30 zou beginnen. In plaats van 2:50. Want wat was het nou? Er stond een eindtijd. Eindtijd, 2:50. En I was like, serieus? Dus ik heb gewoon met mijn domme hoofd verkeerd gekeken naar de tijd. Maar ja, het was al 2:50. Dus we gingen het natuurlijk al lang al niet meer redden. Want je moet ook nog een 30 minuten rijden. Dus ja, geen Gelaarste Kat voor mij vandaag. Maar het is gewoon zo stom. Want ik zou naar mijn beste vriendin gaan kijken vandaag, Judith. Die speelde vandaag. En nu heb ik haar weer niet gezien. En nu gaan we maar over 2 weken. I really don't know. 2-3 weken geloof ik. Gaan we naar Antwerpen en gaan we daar naar de Gelaarste Kat. Ik ben zo boos op mezelf. Ik heb ook echt nergens zin meer in vandaag. Dus wat ik nu ga doen, ik ga nu in mijn bed liggen en ik ga niks doen. Dus het spijt me dat deze vlog zo super stom eindigt. Nou, deze vlog is minder leuk afgelopen dan dat ik had verwacht. Maar goed, ik ga slapen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!